Omstreeks half negen is op eerste kerstdag de kerstboom in Andel in brand gestoken. Vermoedelijk met vuurwerk. Nou, onze kerstboom die wij namens de Oranjevereniging in Andel altijd uh, ieder jaar verlichten... die is uh, opeens uit en uh, in de fik gestoken lijkt het door middel van een vuurwerkbom. Waarschijnlijk door een stel onverlaten die niks te doen hadden op eerste kerstavond... en dachten we gaan eens kijken of dat we al iets kunnen proberen voor nieuwjaarsnacht misschien. Ik weet het niet. De brandweer was snel ter plaatse... De schade loopt al snel in de 100 euro's voor de Oranje Vereniging. Via de buurtapp was men snel op de hoogte. Nou, wij zitten in verschillende buurtapps En uh, een van degenen die in de buurt-app zit, die uh, zette een melding op onze groepsapp. En uh, vandaar dat wij hier nu met z'n allen op eerste kerstdagavond staan. Dat is nog nooit gebeurd. Dus dat is het mooie. Maar het minder mooie is dat onze boom uh, gewoon uh, eigenlijk volledig in vlammen op is gegaan. Desondanks wens de Oranje Vereniging iedereen een fijne jaarwisseling. Dus het wordt een donkere kerst verder voor ons allemaal in Andel. In ieder geval zonder kerstboom. Verder wordt het wel heel licht, hoop ik.